volgende stuk is een hele bekende voor mensen die van big band muziek houden. Van meer Hefty, ik denk dat u het allemaal kent als u vaak een big band hoort, Splinky. We houden even een korte onderbreking. We zijn ons er zeer van bewust dat een big band nog wel wat druk op de oren heeft. Dus we houden steeds wat pauze tussendoor, zodat u het kunt uithouden. Dat betekent dezelfde tijd. Tot zo.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dank u wel, dames en heren. Wij zijn verder gegaan naar het programma Tweede Set. Weer een stuk van meer Hefty. En de vorige was het ook. Sprintje was ook van nummer 10. Deze ballad, die heel sfeervol is, zeker voor deze gelegenheid, was vroeger een tune van het programma Music Gallery. En alleen de jongeren onder u weten dat natuurlijk nog. Dat Avro veel aan jazz deed. En ja, dit was die opmerkelijke tune. Wij gaan naar A Warm Breeze. Dat is een stuk van Seminestico. Van een beetje hoger tempo heeft. Thank you.
meneer, dank u wel. Het is al een dijk van een stuk, Eddie Van Rees. Tussen de stukken door heb ik te weinig de mensen ook te noemen die af en toe solo's spelen. Dus ik wil ze nu allemaal in één keer aan u voorstellen. Ben op de alt-saxofoon. En Harry op de tenorsaxofoon. En Arnold op de flugelhorn, heb je net te horen. En we zijn er ook de hele mooie solo in. En die had iets Little Darling, dat was van Arnold. Dat was Eugène. Dat was Eugène. Dan hebben we Jan Dijkstra op trombone. En dan heb ik ook nog onze pianist, waarvan ik even de naam kwijt ben. Af. Ja, en het houdt niet op. We gaan verder met zang bij de Big Band. We hebben twee zangeressen. Net heeft u gehoord, Josina. En we gaan even naar Anushka, en zij gaat zingen Don't Know Why. Wat ziet het er gezellig uit? Fijn.
tweede stuk voor Anoushka. The Look of Love is een stuk wat meer een beetje een letterachtige spin heeft. Een popstuk met wat letterachtige spin. Ik hoop dat u ervan gaat genieten. Anoushka, opnieuw. Ja, ze is nog niet klaar hoor.
We gaan een lekkere blues tegemoet. Ja, dat is wel waar. Met alle registers uit de kast. Hij ja. heeft de blues. Yes. We gaan een beetje met de heupen beginnen bewegen. Yes. Thank you.
ja, ik had hem niet aangekondigd, maar dat was Hey Burner. En natuurlijk onze goede oude Seminestico, daar staat er verantwoordelijk voor. En we gaan nog één stuk doen, en dat is ook bekend bij Big Band Liefhebbers. De titel is Doxy. Thank you.
Dank u wel, dames en heren. Dat was Doxy en dat was ook het einde van onze tweede set. We zijn straks weer bij u terug met veel meer swingmuziek. Thank you.
Stukken spelen in Zwingstra straks, maar het eerste stuk te doen, dat is eigenlijk meer uitgekozen door de jongens van onder ons natuurlijk. Dat is de tune van Sesame Street. En we gaan die proberen te spelen. Het is een nieuw stuk, heel spectaculair gearrangeerd. En we hopen dat u het leuk vindt. Thank you.
uitstekende solo's van Ari en van Jan op de Warren Fox. Volgende stuk is een heel andere sfeer, wel een sfeer van vroeger. Een liedje uit de tijd van jazzband, toen er nog enkele muziek was. En jazz natuurlijk de instrumentmuziek in Amerika. En Yoshima zal het van zijn de Nederlandse film. Een hele mooie ballade.
Regina gaat er nog eentje zingen. Almost like being in love, en ik weet dat dat een favoriet stuk van haar is. Dus ik wens haar ook veel plezier. Almost, hè? Nog niet heel erg. In the morning, the all blue night.
Dit is weer voor ons even een rustmomentje, straks even pauzeren, want het is toch best wel heavy muziek. We gaan de Zuid-Amerikaanse kant op rijden met Bessie Mitchell. Thank you.
Dank u wel, dames en heren. Over een kleine korte pauze. Zijn we bij u terug. Tot straks. Iemand voor rampen kunnen aanwezig maken. Thank you.
We gaan aan onze laatste set beginnen vanmiddag. En die sfeer van die muziek is eigenlijk meer de Big Band beginperiode. Dan moet je denken aan zo rond de Tweede Wereldoorlog met dat voeren en na. Dus we zitten met de glamourstijl straks. Dus er wordt oudere muziek, ook wat zachte muziek of meer. Dus de knalstukken die zijn een beetje voorbij. Het laatste setje, instrumentale muziek. En we gaan non-stop achter elkaar door.
Thank you.
Thank you.
schrijfstuk met een enorme mooie solo van Ben. Tot de afstand van Ben voor de team. Thank you.
vanmiddag, want het is naderen om 5 uur denk ik al. We vonden het heel leuk om te spelen, want dat is de tweede keer hier. En uiteraard hopen we dat we hier nog vaak mogen komen. Ik hoop dat u het naar de zin hebt gehad vanmiddag met onze muziek. Dus wij zien u ook heel graag op ons Big and Strange Press. En het allerlaatste stuk wat ze spelen is Teddy the Toad. En natuurlijk een daverend applaus voor Adriaan de Bruin. Thank you.